Sickelcelziekte is een van de meest voorkomende bloedziekten ter wereld. Nederland telt 1500 patiënten en 60.000 dragers van deze ziekte. Kinderen krijgen te maken met heftige pijnaanvallen en worden gemiddeld niet ouder dan 40 jaar. Het Erasmus MC Sophia behandelt ruim een derde van alle patiënten met sickelcelziekte. Niemand blijft onberoerd bij het zien van een ziek kind, ook dokters niet. Maar er is één verschil. Dokters kunnen zieke kinderen helpen. Sickelcelcrisen zijn de pijnlijke aanvallen die een sickelcelpatiënt heel regelmatig heeft. Dat zijn vreselijke pijnaanvallen in rug, in benen, in armen. En die pijnen zijn zo heftig dat kinderen over de grond kruipen van de pijn. Om daarbij te zijn is echt, gaat je door merg en been. Elke sickelcelpatiënt in Nederland recht op een behandeling door een sickelcelteam. Daar zit behalve een ervaren dokter in, ook een sickelcelverpleegkundige, maatschappelijk werk en een medisch psycholoog. Wat doe jij bijvoorbeeld thuis? 'S ochtend ga ik mijn broertje wakker maken, dan ga ik hem onder de douche zetten zodat we naar school gaan. En dan maak ik het bed op. Nou, dat vind ik super. Dan maak ik brood voor hem, ontbijt. Ongelooflijk. Dat vind ik super van jou. En in welke groep zit jij zelf? Groep 7. Oké. Waarom doet de sickelcelpatiënt mij zoveel? Dat is omdat ze een vaak voorkomende ziekte hebben en dat heel onbekend is. Door de maatschappelijke problematiek die op de achtergrond speelt, zijn zij niet in staat om meer bekendheid te geven aan die ziekte. En dat is de reden dat wij in Rotterdam opstaan voor de sickelcelpatiënt om daar meer bekendheid aan te geven. Ik heb één dochter, Schajebi. Ze is me alles. Ja, ze geeft me leven. Ze is ook levende. Soms moet ik erbij houden. Maar verder gaat het wel. Ik ben sickelcelpatiënt, zoals Gajibi ook. En dat is een ziektebeeld van bloedarmoede. En ja, als je zo'n aanval krijgt, dan krijg je meer lichaamspijnen, gewrichtspijnen. De laatste keer dat ze zo'n aanval kreeg ik ook tegelijkertijd een aanval in de zin van, ik was zo overspannen om dat ik me bezorgd maakte over haar en ik kreeg zo'n hoofdpijn dat ik niet wist waar ik mezelf moest zetten. En we lagen allebei naast elkaar, dat is wel een beetje grappig, maar we lagen allebei naast elkaar met pijn. Ik mocht de volgende dag weer naar huis en toen kon ik voor haar in het ziekenhuis zijn omdat zij nog langer moest blijven voor die pijnen die ze had. Wat ik hoop, dat ze toch in de toekomst een medicijn vinden dat de aanvallen helemaal minder maakt. Minder in de zin dat het bijna helemaal niet meer komt zelf door. Als je die medicijnen inslikt of een medicijn die dat je dan toch daardoor langer kan leven. Dus dat is mijn hoop.